Mijn kinderen die verlangen soms naar de winter. En dat is puur voor de winterse kost. Zoals mijn gehaktbroodje, gevuld met kaas. Dat loopt er zo mooi uit straks. En om het helemaal kidsproof te maken, geserveerd met frietjes en nog een klein slaatje voor de papa en de mama. Ik ga beginnen met mijn kaas. Ik heb daarvoor een Flandria kaas genomen. Die is ongeveer 12 maanden gerijpt. En daardoor heeft hij zo een hele krachtige, volle smaak. Heel lekker. Dat is de basis van onze vulling straks. Dus we gaan eigenlijk een hele klassieke béchamel mornaysaus maken en een kaassaus. Super lekker, hè? Dat is zo vol van smaak. Oké, we gaan béchamel, pan op het vuur. Wat hebben we daar allemaal voor nodig? Boter. Dat is klassiek, hè? Ik ga er nog een klein beetje boter bij doen. Ik heb graag veel saus. Een beetje bloem. Doen we erbij. Zo. Gelijk aan. Het is belangrijk om goed te kloppen dat die klontertjes eruit zijn, hè. Daarmee haal ik dat af en toe een keer van het vuur. Een béchamelsaus is altijd een klein beetje spelen met je vuur, vind ik. Dat mag niet aanbranden. En dat moet mooi klonterig zijn. Kijk, nog wat bloem erbij. Maar eigenlijk de gouden regel is een klein beetje, het moet hier naar koekjes beginnen ruiken. En dan weet je dat de rest erbij mag. Oh, mooi klonterig moet dat zijn. Ik ga er wat volle melk bij doen. Dat vuur, dat staat niet te hoog, niet te laag, gewoon een beetje tussen de twee. Dus een beetje spelen. Kijk, wat melk erbij. Roeren. Je gaat zien, dat dikt instant in. Daarom doe ik dat eerst van het vuur, want anders gaat dat te snel. En nu zorgen dat dat mooi geroerd is, dat die klontertjes eruit zijn. Even terug op het vuur. Dat is ook goed. Allee, het is een beetje een zwaar gerecht. Wat moet zijn, door dat kloppen hebben we toch een beetje uw beweging gehad van deze winter, hè. En nog een klein beetje melk. Kijk, die klontertjes zitten er nog in. Die moet er echt uit, hè. Even er terug van. Een beetje melk. Nu dat wat heel belangrijk is, we gebruiken hier geen gelatine om dat te laten opstijven. Dus die saus moet wel redelijk dik zijn. En dat moet kunnen opstijven, dat we dat in een blok kunnen snijden en mooi in ons gehaktbroodje kunnen verstoppen eigenlijk. Als zo extra verrassing als je het opensnijdt. Dat ziet er goed uit, hè. Kijk, dat moet een beetje dikker zijn. Een beetje zout. Zo, peper. Roeren en dan is het tijd voor onze berg met kaas. Voilà, het is een serieuze... Ja, ik ga nooit gaan skiën in de winter. De enige bergen dat ik zie, zijn bergen met kaas. En dan mag erin die gerijpte smaak. Dat maakt die kaassaus zoveel lekkerder. Op het gemakske laten smelten. Ik weet niet of dat heel fout is dat ik zin heb om dit met een lepel te eten. Waarschijnlijk wel, hè. Daar ga ik nog een beetje mosterd erbij doen. Dat geeft nog zo wat extra pit. Kijk, voilà. Dus echte, authentieke mosterd uit Dijon. Veel smaak, gemaakt van kwalitatieve ingrediënten. En dat heb je nodig, hè. Heel goed. Die is klaar. Kijk, mooi, hè, met die zaadjes die er zo in zitten. Die mosterdzaadjes. Dus voilà. Ovenschaaltje. We gaan dat even laten opstijven in de koelkast. Velletje bakpapier. We gaan dat erin doen. Een beetje een béchamelcake. Zo. Dit gaan we nu even in de koelkast zetten, zodat dat kan opstijven. Half uurtje in de koelkast. Oké, dan gaan we nu verder met ons gehaktbroodje. Het blijft een kidsproof gehaktbroodje, maar ik ga er toch wat groentjes in steken. Dat gaat niet opvallen. Dus we gaan een witloof gebruiken. Ook op en top winterse groenten natuurlijk, hè. Gewoon fijn snijden. Hoe kleiner, hoe minder dat ze het gaan zien. Voilà. Voilà, ons witloof is gesneden. We gaan dat even nog opbakken. Een klontje boter in de pan en een klein beetje olie. Ik doe eigenlijk altijd die combinatie. Ja, dat lijkt heel veel, maar dat gaat een klein beetje krimpen natuurlijk. Op en top winter, hè. Witloof. Even Gemak, lichtjes karamelliseren. Oké, dan kunnen we ons gehaktbroodje boetseren. We doen er een eitje in. Dat is altijd de basis van een gehaktbroodje. Paneermeel en een eitje. Een beetje peper. Een beetje zout. Ik heb nu gewoon een mengeling genomen van rund gehakt en varkens gehakt. Maar dat kun je ook met kippen gehakt doen of met kalfs gehakt. Dat is nog iets magerder en iets gezonder. Maar ik vind dit het lekkerste. En dan ben ik nu aan het twijfelen. Maak ik mijn handen nu al vuil of wacht ik op de witloof? Ik ga wachten op de witloof. Nog even. Oké, ik ga mijn vuur uitzetten. Dat is lichtjes gekarameliseerd. Dat is zalig. We gaan dat even laten afkoelen. En als ik dat nu onder mijn gehakt meng en ik meng alles door elkaar, dan ga ik mijn polletjes verbranden. En dat wil ik niet. Dus we gaan het gehakt al mengen. Nog een beetje paneermeel. Zo. Dus het is wel een gerechtje dat een beetje tijd in beslag neemt. Maar als het winter is en het is koud buiten, of het is aan het regenen, dat kan wel een keer in België, dan is dat gezellig. Hè. Ons witloof gaat erbij. Nu even een beetje op de tanden bijten, want dat is nog warm. Vanaf dat de gehakt niet meer plakt aan je vingers, en je hebt het gevoel dat je daar iets mee kunt boetseren, dan is dat goed. Hè. We gaan dat op onze plank leggen, in het midden. Zo. Ik had nooit gedacht dat die lessen plastische opvoeding toch nog van pas gingen komen. Oké, ik ga even, heel even mijn handen wassen. Ik heb dat uiteraard ook gedaan vooraleer dat ik aan mijn gehaktbroodje begon. Hè. Neutrale olie in onze ovenschaal doen. Ja, dat broodje daar straks niet aanbakt. Dus we leggen ons gehaktbroodje hier mooi in het midden. Voilà. Oké, onze kaas is lichtjes opgesteven. Kaas leggen op onze plank. Een mooi stukje van snijden. Dit is een beetje like een kindersurprise, maar dan zonder speelgoed en met kaas. Voilà. Dus we gaan daar een dekseltje van fabriceren. Oké, we gaan dat nu. En nu wrijven we dat zo mooi. Doe dat dekseltje hermetisch dicht. En dat gaat het best met wat water. Zondagse activiteit. Kijk, voilà. Dat moet hebben. Schoon broodje. Oké, ik heb hier nog een laagje mee. We gaan ons gehaktbroodje nog eens extra inpakken met wat spek. Gerookt spek. Ook dat is winterse kost. Laagjes, hè. Slek ook. Als wij buiten gaan, doen we laagjes aan. In de zetel hebben we een extra vliesdekentje op ons voetjes. Dit is een vliesdekentje van gerookt spek. We gaan dat in de oven van 200 graden ongeveer 45 tot 50 minuutjes. En dan even laten rusten. Voilà, in de oven. Dan ga ik gewoon nu even mijn frietjes insteken. Voilà, ze. Het zijn gewoon de klassieke vorm van frietjes. Mijn kinderen vinden dat het lekkerste. Dus we gaan die klaarmaken in de airfryer. Negen minuutjes, even opschudden en dan nog 2 minuutjes en dan zijn die klaar. En dan ga ik nu ondertussen een dressing maken, want we gaan ook nog een lekkere witloofsalade erbij serveren. Dat is dan eerder voor de mama en de papa. Gewoon die blaadjes, gaan we er zo wat in doen. Lekker slaatje erbij. Voor onze dressing en onze lakkage gaan we wat honing gebruiken. Voilà. Onze lekkere graantjesmosterd gaan we daar ook bij doen. Zo. Een klein beetje neutrale olie. Even een beetje mengen. Slaatje kruiden met wat zout. Altijd, hè. Dressing overdoen. Zo. Nog even een beetje mengen. Zo, laten we staan. En dan moeten we eigenlijk juist nog onze lakkage maken. En wat is een lakkage? Lakkage is iets wat er nog mooi opkomt. Dat geeft nog zo wat extra kleur, nog extra smaak. En nog wat sojasaus gaan we erbij doen. Voor zo extra zout, extra umami smaak. Dat maakt het helemaal af. Voilà, onze lakkage. En we gaan even kijken naar ons gehaktbroodje. Dat is een beetje een verrassingsbrood, hè. We hebben al heel veel geknutseld vandaag. Nu gaan we nog een keer schilderen. We gaan dat er gewoon wel mooi over doen. Koken met de grote K van kunst. Kijk. Mooi laagje. Kijk hoe dat hij aan het glinsteren is. Goed. 10 minuutjes nog. En dan kunnen we onze frietjes een keer in de lucht gooien. Voilà. Oké, dan zijn we klaar. Dan pakken we een bordje. Mijn gehaktbroodje. Dat ziet er spectaculair lekker uit. Een beetje sla. Zo. Frietjes zijn ook klaar. En voilà. Ons gehaktbroodje. Kijk, er mag nog een schelletje bij. Kijk, die kaas die daaruit loopt. Een beetje frietjes erbij. Lakkage erover. Deze comfortfood is echt op en top winterse kost. Smakelijk.